Het speelhuisje aan de Nijmeegse Van Haapsstraat is maandag vernield. Het gaat om een vlechtwerk van takken waar kinderen uit de buurt allerlei versieringen in hingen. Maar dat kan dus nu niet meer. Buurtbewoners troffen het kapotte speelhuisje maandag aan. En het stond in een parkje naast de Nijmeegse scholengemeenschap Groenewoud. Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor de vernieling.